In de Mexicaanse stad Acapulco is de Amerikaanse filmacteur Johnny Weissmuller overleden. Hij was 79. Weissmuller was de meest bekende vertolker van de figuur Tarzan, maar hij was ook een erg goed zwemmer. In de jaren 20 heeft hij op 2 opeenvolgende Olympische Spelen 5 gouden medailles behaald. Hij heeft ook ettelijke keren een wereldrecord op zijn naam gehad. Het was pas na zijn zwemcarrière dat Johnny Weissmuller beroemd werd als Tarzan-vertolker. In 19 films heeft hij de rol van Tarzan gespeeld. Vooral zijn kreet was wereldberoemd. U ziet een fragment uit een film van 1934. Tarzan! Tarzan! Jane.